Ik werd wakker deze morgen. Pretty nice, I woke up. En september. Iedereen die gewoon al terug naar school is, een afscheid heeft moeten nemen van de zomervakantie. Ik ben hier voor jullie. I'm here. Guys, I'm here. What the fuck? Mijn school weer begint dit jaar, omdat ik weet dat heel veel van mijn kijkers dit jaar 16 zijn. En voor de eerste keer seksuele opvoeding krijgen op school. Dik zijn pussy. Je gaat niet heel de fucking Kama Sutra door, je leert niet alle standjes. Wat je wel leert is, zonder hoesje. Niet in het pushen! Dit is wel fucking belangrijk. Like, daar ga ik niet omheen. Maar om fucking 3 lessen achter elkaar te horen dat je fucking Connie om je tolly moet doen. Misschien moet ik rapper worden, man. Ik heb wel goede rhymes. En daarom maak ik vandaag schokkende seksverhalen. Mijn boom is er voor de allereerste keer ook bij. Mijn boom heeft ook seks. Jullie snappen dat niet, maar wat? Zoals in elke schokkende seksverhalen begin ik de video met een weetje. Pandas. Fucking nice dieren, man. Save de pandas. Pandas zijn libido ligt niet zo hoog. Die hebben gewoon niet zoveel zin in seks. Maar die zijn met uitsterven bedreigd. Dus op de een of andere manier moeten wij als mensen die pandas helpen om te neuken en zichzelf voor te planten. Nu, dat is heel moeilijk. Buiten bamboe eten doen die pandas niet zoveel. Pandas hebben gewoon geen zin om. Snap je? No! Dus hoe heeft de wereld dat opgelost? Er bestaat zoiets als panda porno. Dat werkt gewoon. Like, als je panda porno toont aan een panda, heeft hij zelf ook gewoon zin om te neuken. Smart inventions. Shout-out naar de wetenschappers die met dat idee gekomen zijn. Panda porno. Dames en heren, welkom bij schokkende seksverhalen. Hey publiek. How you guys doing, y'all good? Vanaf nu zijn mijn video's met live publiek. Publiek, laat je horen. Eerste post is van spuwende kapitein en die noemt glad geschoren. Zijn er meiden meisjes die dat sexy en lekker vinden? Jongen die zijn piemel aan zo glad scheren. Vind je het leuk als er haar op je eten staat? Dacht het niet. Scheer. Yes, maar pas op. Je hebt het allemaal meegemaakt dat je er gewoon in zit en dan sta je er in je badkamer en dan zag je bloedvuil, man. Zorg dat het clean is, zorg dat het strak is, zorg dat het glad geschoren is. Dan heb je 100% meer kans op. Yes, zo doe dat. Dit is een goede vraag, man. Is spuwende kapitein? Sterk. Wat wil je? 50% van het geld. Welkom bij een nieuwe campagne. Gesponsord door Het Balkswerk. De link staat onder deze video. Het is mijn neef. Hij wil 50% van het. Mijn telefoon is helemaal naar de klote. Heeft wel een klein voordeel. Maar eentje zit hier ook laag in de bek. Wat de hou je? Maar eentje! Oh, ja. Maar eentje! Grieter, kom dat wijs eisen! Wat ster moet je hebben? Nul. Nul. Gewoon van mijn meisje haar helemaal. We fly as fuck! Ik heb dat mijn iPhone kapot is, hè? Eno. Ik doe niks. Je kijkt, dat is het ding van Headball. Ik ga hem echt trappen, hè. Soms moet je niks doen en kan je ook winnen. Allee, nee. Allee. Pretty nice, huh? Mag ik maar winnen. Je bent slecht in. Ik ga hem echt winnen. Wat? Nee. Je hebt spot, fuck. En je flipt je. Oh, what the goal. Je hebt nog die speciale ding lijken aan de hand, man. Kan ja, je hol ook groot maar. Oh, wat? Krijg je direct met dat stom spel? Hey, man, is dat dat een stom spel is, man? Zeg dat een nice spel is. It's a nice game. Pretty nice, huh? Pretty nice. Ik ben gewoon op. 7, 3. Hitbal 2 is een heel leuk spel. Hitbal 2 is een heel leuk spel. Hey! Woehoehoe! Zoals jullie horen, je kan die nu ook downloaden. Die staat onder deze video. See you later, alligators. Bye bye. Hey, zit je dead al in campagne? Die was toch niet zo'n commerciële hond? Ik maak een fucking 3 maanden video's voor jullie waar ik ga fucking mee verdienen. Omdat YouTube mij gewoon zo aan meuk is. Ik moet ook gewoon mijn fucking belastingen betalen. En dat klinkt echt stom, maar dat is zo. Maar ik heb nog gewoon jammer gezegd tegen een paar campagnes. En Hitbal 2 heeft mij gewoon enorm geholpen. Ik doe deze campagne zo niet serieus. Dikke shout-out naar hen, dat zij me hiervoor betalen. Maar don't hate me. Jullie moeten dit verstaan. Nieuwe merchants on the way. Door deze campagne kan ik gewoon mijn taxes betalen. Shout out Hitbal 2, man. Pretty nice. Thank you very much. Hey, let's get it. Woo! Volgende vraag. Kan je ontmaagd worden door te masturberen? Ja. Yes. Kan iemand uitbest naar antwoorden? Want ik maak me zorgen omdat ik mijn maagdelijkheid wil behouden tot mijn huwelijk. Deze guy vertelt hier gewoon kort dat je aftrekt in een badhanddoek. Het is echt raar, maar dat voelt voor mij goed aan. Ja, man. Check. Show me wel seks. Shawnee wil seks. Fucked up. Ik ben op één date geweest met Shawnee een tijdje geleden. Ze is heel cute en leuk en het klikt tussen ons. Maar ze zet me vaak onder druk om seks te hebben met haar. Ze stuurt me nudes,
seksueel getinte memes over blowjobs en anaal. Pretty clean, hè? Ik ben een keurig opgevoede christelijke jongeman en ik voel me ongemakkelijk met de druk die ze op mij plaatst om seks te hebben met haar. Hoe maak ik haar duidelijk dat ik meer dan alleen een lustobject ben? Dit is een christelijke, hoffelijke man die goed opgevoed is. Shawnee. Wel neuken! Fuck, Shawnee. Ja, ze is niet chick. Ik ben 13 jaar en mijn ballen zwetten, ze stinken altijd en dan is mijn balharen volledig nat. Is dit normaal? Moet ik me laten, gast? Yo, fuck. Dat is niet oké. Laat je kastrijden, man. Wow, yo. Is niet oké. Niet oké, als je ballen zwijten, dat is fucked up, man. Yo, laat je kastrijden, man. Ik heb gehoord dat gay mensen bestaan omdat mensen anaal doen. Is dat waar? Dus als ik het juist begrijp, dan is deze guy zijn vraag. Is het waar dat gay mensen bestaan omdat mensen anaal doen en zo wordt er een kind geboren en dan is dat kind sowieso gay? Hoe zag ik dit even gewoon normaal, man? Jij bent kanker, doch. Ja, man. Nee, het kan zijn dat dit een kind van 11 is of zo. Ik kan niet zwanger worden via de rijt, man. Ik heb toch één vraag deftig beantwoord in deze video. Dit is alweer een record, hoor. Knappe leerkrachten. Ik ben bijna 16 en mijn titel zegt het al. Ik heb een paar knappe leerkrachten. Zo knap dat ik eigenlijk op hun geil en niet meer kan opletten tijdens de les. Ik probeer naar het bord te kijken, maar het lukt gewoon echt niet. Heeft iemand er tips voor? En dan nog een vraag. Is het ongepast als ik best wel vaak op hen masturbeer? Check, ik denk dat elke jongen en misschien ook elk meisje dit wel eens heeft meegemaakt dat er een leerkracht in je klas zit en hij gewoon denkt van... Kijk, ik heb dat ook gehad vroeger. Ik dacht ook elke keer als die leerkracht dan zei van kan je nog even in de klas blijven, dat ik dacht van dit is een moment. Nee, wow! Die leerkrachten zie je gewoon als kleine bebé. Gewoon altijd. Sorry als ik je droom verpest. Het gaat nooit gebeuren. Als er guys in je klas zijn die zagen dat ze de leerkracht hebben genukt, dan is dat niet zo. Tenzij je in de klas zit met een guy van 25, dan kan het wel. Maar het gaat blijven bij jij die aftrekt in je bed en denkt aan die leerkracht. Is daar iets mis mee? Hell no. Die leerkrachten zijn niet geïnteresseerd in zo'n kleine snotneus, man. Dat is sad. Dat is heel sad. Ik had het ook. Ik dacht het ook, ik dacht dat ik binnen was. Ik dacht legit dat die leerkracht soms naar mij keek en echt gewoon zo overkwam van... Nee. Hoe geraak ik van mijn slet-status af? Niet. Dat gaat gewoon niet. Once kech, always a kech. Weet je wat het probleem is? Ik kan deze video's gewoon niet veel maken, want jullie zetten allemaal van die domme shit op deze pagina, waardoor ik denk van, yo, één keer zo'n bericht is grappig, man. Ik word geneukt door een 71-jarige. Ik ben zelf 11. Is het erg dat ik dit fijn vind? Alvast bedankt. Nee, man. Dat is gewoon oké. Als je dit fijn vindt en hij is ermee ingestemd, dan zou ik zeggen neuken. Maar als hij een condoom draagt, is het beter... The fuck! Stop! Wow. Dan heb je van die mensen die zo'n domme fucking post zetten op deze pagina, daar reageren mensen daarop. Yes. Is normaal. Als hij ermee instemt, dan een condoom... Hey, fuck out, awel. Jullie moeten echt beter checken naar jullie forum. Betaal mij om deze video's te maken ofzo, jullie doen eigenlijk niks. Hallo. Iemand in mijn vriendengroep is gay. Is het besmettelijk? Nee. Doe fucking normaal. Dit is geen ziekte. Zoals veel mensen weten, mijn pa is gay. Toen ik zo 13, 14 jaar was, wist heel de school dat ook. Je zou denken, oké, dat zijn mensen al een beetje slimmer. Er waren nog steeds mensen die zeiden tegen mij, jouw pa is gay. Dat zit in je bloed. Jij bent ook gay. Maar ze zeiden dan niet al lachend ofzo. Ze zeiden al gewoon straight in mijn face. Er waren mensen die niet meer met mij wouden chillen toen ik fucking 13 was. Omdat mijn pa gay was. En die kinderen dachten legit dat ik ook iets in mijn bloed had zitten. Waardoor ik ook gay was. Weet je hoe fucked up dat is? Is fucked up. Deze vragen nemen het altijd veel te persoonlijk op. Thank you. Bye bye. Veel succes op school. Hope you're having a great time. De eerste week is zondag oké. Vanaf week 2 ben je er al helemaal klaar mee. We kijken uit naar de herfstvakantie. Maar ik kan jullie nu wel zeggen. Ik ga gewoon fucking veel video's uploaden in september. Dat jullie bij zal zijn, mates. Also, save some money to buy my new merch. Komt ergens deze week, volgende week uit. Hey, bedankt om te kijken naar deze video. See you guys next time. Veel succes op school, man.